Onder de vleugels van het Britse GKN denkt Fokker verder te kunnen groeien. Nou, we zijn van vliegtuigbouwer omgeturnd naar een toeleverancier in de vliegtuigbouw. Dat hebben we heel succesvol gedaan en een technologiepositie opgebouwd waarbij we eigenlijk te klein zijn om de volgende stap te kunnen maken. Fokker is nu nog eigendom van Arle Capital. Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe eigenaar? Arle is een financiële investeerder die jaren geleden geïnvesteerd heeft in Fokker. Dat is heel erg goed gegaan. GKN is zelf ook actief in deze markt. Kijk, GKN is een heel groot bedrijf, heel actief in de aerospace of in de aerospace en in de automobielindustrie. Omzet van meer dan 3 miljard euro. En Fokker speelt dan ook een bepaalde partij. Want Fokker heeft 768 miljoen euro omzet. Dus bijna een derde van de omzet van dit bedrijf wordt gemaakt door Fokker. Maar is er dan geen gevaar dat GKN en Fokker op het gebied van aerospace hetzelfde doen? Nou, die overlap is eigenlijk heel gering. Dus in de analyse van hoe gaan die bedrijven elkaar versterken, blijkt eigenlijk dat zij op programma's zitten waar wij soms ook wel zitten, maar daar hebben zij een andere positie. Bijvoorbeeld de JSF. Samen zijn we een sterkere partner richting Lockheed. Maar het is eigenlijk complementair. Als ik kijk naar het bedrijf zelf, dan zijn ze in 50 landen actief. En je ziet dat ze 50.000 mensen totaal aan het werk hebben. Maar in die aerospace-industrie 12.000 mensen. En ik denk gewoon dat ze die know-how daar laten waar het is. De Fokker-directeur denkt dat ook Hogeveen profiteert van de overname. Fokker Hogeveen maakt sterk en uniek lichtgewicht materiaal. En die materialen zouden we bijvoorbeeld heel graag op een A320, de nieuwe A320, willen hebben. Een nieuwe ontwikkeling van Airbus. Een vliegtuig dat ergens in 2025 moet gaan vliegen. Eigenlijk twijfelt Airbus denk ik niet aan onze technologie. Die technologiepositie die hebben we. Maar om op die schaal eigenlijk dit product te kunnen produceren, een vleugeldeel of een staart van een dergelijk vliegtuig, daar is ook een bepaalde omvang van nodig in deze wereld. En dat hebben we vandaag bereikt, want samen met GKN staan we op nummer 2 in de wereld.